De tijd zal het leren. Ze heet Esmee Denters, is 18 jaar oud en komt uit Oosterbeek. Esmee Denters, afgewezen voor deelname aan de Nederlandse talentenjacht. En toch hebben verschillende plaatsenmaatschappijen nu interesse in haar. Er wordt zelfs al gesproken over een real-life soap op de Amerikaanse televisie. A Star is Born, en dat allemaal dankzij YouTube, de grootste videosite op het internet. Esmee zong een paar liedjes voor haar webcam en plaatste het resultaat op YouTube. De filmpjes zijn al door miljoenen mensen bekeken. Op bezoek bij Esmee Denters. Een gewone 18-jarige thuis op de bank bij haar moeder en zus. Maar op de YouTube-site is Esmee al een ster. Ik ben gewoon een Nederlands nuchter meisje uit Oosterbeek en wat allemaal op me afkomt. Het is allemaal heel spannend, ook wel een beetje eng. Maar ja, ik vind het allemaal heel, heel leuk. Het is wat ik altijd heb gewild, dus als het dan op je pad komt, dan neem ik die kans. Wat is Esmee overkomen de afgelopen maanden? De filmpjes die ze van haarzelf maakte op haar kamertje, zetten ze op de YouTube-site. Daar kwamen veel reacties op. Inmiddels hebben meer dan 8 miljoen mensen over de wereld haar filmpjes gezien. En ook platenmaatschappijen zochten contact met Esmee. Heel vaak zijn het A&R mensen, dus mensen die talenten zoeken. En die schrijven dan van een berichtje, ik heb je YouTube filmpjes gezien en ik vind het heel leuk. En zou je het leuk vinden om naar Amerika te komen, sommigen zelfs. En meestal staan er dan contactnummers en zo bij. Dus, En was je niet bang dat dat niet echt zou zijn? Ja, ik was ook heel sceptisch. Ik had ook echt zoiets van, ja, grappig. Tuurlijk, iedereen kan zeggen dat hij van een platenmaatschappij is. Dus ik heb heel lang niet gereageerd. Totdat ik het gewoon aan andere mensen liet zien. En die zeiden wel van, dat moet je doen. Het is gewoon echt. Je kan gewoon aan de site zien dat het gewoon echt is. Dus nog gewoon eerst een paar keer bellen om te kijken of het wel safe is. En we zijn ook een paar gewoon naar Nederland gekomen. Wat voor mij ook wel fijn is. Het gewoon in mijn eigen omgeving. Muziek was altijd al de grote passie van Esmee en haar zusje Daphne. Het thuisfront is ook enthousiast over alle aandacht die Esmee nu krijgt. Hoewel haar moeder er wel moeite mee had toen ze stopte met haar hbo-opleiding maatschappelijk werk. Dat vond ik eigenlijk wel heel moeilijk, maar ik ben ook mee naar school geweest. Ik begrijp wel dat je die twee dingen echt niet samen kan doen. Want je bent veel weg en de andere studenten missen je dan. Je moet groepjeswerk doen en zo, dat kon gewoon niet. En ze kan de hele leven nog studeren, dus dat is ook wel zo. Daar ben ik ook achter. Heb ik er wel van moeten overtuigen, ja, hoor. Ja, dat heeft heel wat... Dat is nog een heel heisen. Het is eigenlijk altijd wel iets wat erin gezeten heeft. Sowieso bij ons allebei en iets wat we echt heel graag willen. Zeker. En, ja, wat doe jij? Ik studeer een theateropleiding in Amsterdam. Nu doe ik de jazz musical opleiding. Ik zit in mijn derde jaar. En dat is, ja, het is heel leuk. Het is echt, dat zingen, dat is altijd al een ding geweest. Ik heb het altijd wel geweten. Stille Esmee heeft nu eigenlijk, ja, het is een beetje uit haar schulpje gestapt en nu doet ze gewoon lekker de ding. Ja, god, als je 18 bent en dit overkomt je, dan ben je toch eigenlijk gek als je het niet even gaat proberen. Het was zo leuk. U bent mee geweest? Ja, ik ben 3 dagen mee geweest en toen dacht ik ook van ja, dit is zo leuk, dit moet je gewoon eens even doen. En maar zien hoe het verder gaat. Toch? Mm-hmm. Ze is inmiddels naar Amerika en Zweden geweest, waar ze opnames heeft gemaakt. Er is nog niets getekend, maar ze heeft al wel een songwriter ontmoet die haar onder zijn hoede wil nemen. Ja, hij is best wel een bekende songwriter. Hij heeft veel geschreven voor Pink, voor Jessica Simpson. Dingen gedaan voor Sting, voor Celine Dion. Wel hele grote namen, dus ja, het is wel echt top.
Isn't it ironic? Don't you think? It's like waiting on your wedding day. It's a free run. Now this is in English. I just found your videos on YouTube. I think you are amazing and I hope all the best for you. You have real talent. I can't wait when your album will be out. Fans van Esme wensen haar geluk per mail en met filmpjes. Zo vaak dat ze inmiddels haar eigen fansite heeft op YouTube. Tot haar grote verbazing werd ze zelfs van het vliegtuig in New York gehaald als een echte ster. En dan te bedenken dat ze een paar jaar geleden nog werd afgewezen voor een talentenjacht. Ik ben één keer naar een talentenjacht gegaan. Dat was Popstars Arrivals. Toen was ik 16 jaar. En toen was ik de eerste auditieronde er al uit. Dus toen had ik ook zoiets van, ja, al die talentenshows, dat hoeft voor mij helemaal niet. Al dat Idols en dat X-Factor, het is zo gemaakt, weet je. Je komt eruit en je wordt door hun gevormd. En dit is gewoon een perfecte manier voor mij, omdat ik gewoon mezelf kan blijven. En mijn eigen liedjes kan doen. You're here, I'm pleased, I really dig your company. Esme Denters onthoudt.